Je hebt waarschijnlijk op deze video geklikt omdat je te weten wil komen of de Bachelor Verpleegkunde iets voor jou is. Goed nieuws, want in deze video licht ik de opleiding zo goed mogelijk toe. De Bachelor Verpleegkunde is een vierjarige opleiding wat overeenkomt met 240 studiepunten, dus 60 per jaar. Als je deze vier jaar succesvol afrondt, ontvang je dan ook een Europees erkend diploma. Na je bacheloropleiding kan je je verpleegkundekennis verder uitbreiden door één van onze Bannabas of 17 postgraduaten te volgen. Je hebt dus een ruim aanbod aan opleidingen om jezelf nadien te specialiseren. Je kan ook in twee jaar tijd een master in de verpleegkunde halen. Verpleegkunde aan UCL kan je op twee campussen volgen. Op campus Lisa in Genk of op campus Gasthuisberg in Leuven. Beide campussen liggen op een gezondheidssite waardoor samenwerkingen met grote en gerenommeerde ziekenhuizen vanzelfsprekend zijn. Zoals ik al zei, is de bachelor verpleegkunde een vierjarige opleiding. Om je een beter beeld te geven van hoe zo een jaar eruit ziet, loods ik je even door het eerste jaar. In de eerste opleidingsfase zorgen we voor een goede basiskennis. Je doorloopt vier opleidingsblokjes, ook wel fundamenten genoemd. En na elk opleidingsblokje leg je een examen af. Zo heb je vier examenperiodes in je eerste jaar. Je ontdekt ook meteen hoe het is om als verpleegkundige aan de slag te gaan, want je mag in je eerste jaar al vier weken op stage. Als je je eerste jaar verpleegkunde succesvol hebt afgerond, kan je je laten registreren als zorgkundige. Hiermee heb je meteen al je eerste certificaat op zak. Nu zoomen we even in op één opleidingsblokje of fundament om je een idee te geven over wat je daarin precies leert. In elk blokje zie je een aantal aspecten die telkens passen binnen deze drie leerlijnen: verpleegkundige wetenschappen, biomedische wetenschappen en humane wetenschappen. Je ziet dus dat er een stevige portie wetenschappen aanwezig is in de opleiding. Je werkt in de lessen ook met echt gebeurde patiëntenverhalen, waardoor je meteen alles in de praktijk kan plaatsen. De lessen krijg je soms in grote groep, maar soms ook in kleine groepjes. In het tweede en derde jaar van de opleiding doorloop je in totaal zes domeinen. Je doorloopt er drie in je tweede jaar en drie in je derde jaar. In elk domein krijg je eerst vier weken les over het onderwerp en ga je nadien vijf weken op stage. Zo kan je de theorie en de praktijk heel goed op elkaar afstemmen. Na de lesweken en de stage leg je een examen af. In totaal doe je dus drie examenperiodes in je tweede jaar en drie in je derde. De domeinen die in het tweede en derde jaar aan bod komen zijn Medische en Heelkundige Zorg 1, Medische en Heelkundige Zorg 2, Vrouw, Kind en Ouderschap, Geestelijke Gezondheidszorg, Ouderenzorg en Eerste Lijnzorg. Zo kom je in aanraking met bijna alle domeinen van verpleegkunde en zal je merken hoe veelzijdig het beroep van verpleegkundige is. Je ziet ook een lang blauw blokje lopen over elk jaar. Dat is professionele en persoonlijke ontwikkeling. Hier ben je het hele jaar door mee bezig en leer je bijvoorbeeld om als verpleegkundige foutloos dosissen medicatie te berekenen en leer je ook alles over Basic Life Support. Er wordt ook aandacht besteed aan je ontwikkeling en groei als student verpleegkunde. In je vierde jaar volg je het project Challenge Your Talents. In dit opleidingsonderdeel zetten we in op ondernemingszin, leiderschap en kwaliteitszorg. Nadien vertrek je op je eerste eindstage van elf weken. Na je eerste stage volg je weer les waarvan je het onderwerp zelf mag kiezen. Je krijgt namelijk de keuze uit één van de zeven keuzeopleidingsonderdelen, zodat je je echt kan verdiepen in een bepaald aspect dat jij interessant vindt. Je hebt de keuze uit zeven opleidingsonderdelen waarin je je kan verdiepen. Oncologische zorg, Critical Care Management, Pediatric Care, geestelijke gezondheidszorg, verpleegkundige zorg in een veranderend zorglandschap, kwetsbare zorgvragers aanzet. En verpleegkundige zorg op medisch technologische afdelingen. Een hele mooie en uitgebreide keuze dus. Daarna doe je een tweede eindstage van weer elf weken. Over het hele jaar dien je ook nog twee bachelorproeven te maken en volg je nog een klein opleidingsonderdeel naar keuze. Na het doorlopen van deze vier opleidingsjaren behaal je je Europees erkend diploma. In totaal heb je dan ook maar liefst 60 weken of 2300 uur stage gepresteerd. En je hebt de zes zorgdomeinen doorlopen. Een hele mooie afwisseling dus tussen theorie en praktijk, zodat je helemaal klaar bent om aan de slag te gaan als verpleegkundige. Is België toch te klein voor jou? Geen probleem. In je tweede, derde en vierde jaar kan je een stage of een theoretisch opleidingsonderdeel volgen in het buitenland. Waarom verpleegkunde aan onze hogeschool UCLL de beste keuze is? Ik vertel het je graag. We hebben een groot, hypermodern en high-tech vaardigheidscentrum en twee simulatielabels waar heel wat lessen doorgaan. Als student bij ons sta je ook zij aan zij met echte zorgprofessionals en je staat er nooit alleen voor. In je eerste jaar krijg je bij UCLL een studentencoach en een trajectcoach toegewezen die je wegwijs maken in het hoger onderwijs, je ondersteunen en begeleiden doorheen je hele opleiding. Graag alleen kennismaken met wat er echt gebeurt op de campus? Volg dan zeker onze Instagram- of Facebookpagina. Jullie zijn uiteraard ook heel welkom op een van onze infodagen. Misschien tot binnenkort!